Koppelen en zijn Nicolas. Ja, en heeft deze week een revanche genomen op Melody. Vorige week liet Sander zijn Nicolas alle hoeken van de ijsbaan zien. De jury was wederom laaiend enthousiast en de tienen vlogen om zijn oren. Voor mij alles te zien. Technieken, snelheid, uitstraling, ook een tien. Ook een tien. Nou, lekker. Het gaat mij niet om de tienen. Ik wil gewoon heel veel plezier hebben, lekker schaatsen. En hopen dat de jury het mooi vindt wat ik doe. Nou, daar horen wel natuurlijk dan tienen bij als ze het goed vinden. Okay. Maar deze week gaat het bij trainen niet goed. Completely lost it. It doesn't feel good, so I don't do... How do we start? Where? Ik baal ervan dat ik niet zoveel tijd heb. Dat ik niet zoveel kan oefenen als voorheen. Dus besluit hij al vroegtijdig zijn concurrentie uit te schakelen. Hij heeft namelijk nog een appeltje te schillen met Melody. Melody heeft iets aan mijn koffie gedaan. En ik moest een aantal keer naar de wc. En ik ga hem nu terugpakken. Jukpoeder. Ik ben benieuwd of ze een mooie pirouette kan draaien. Ik denk dat het begint te werken. Wat is er dan? Het kriebelt gewoon als gek. Nee, wat raar. Opeens zo. Ja, ik snap er echt niks van. Ook Nicola is erg blij met de wraakactie van Sander. Ik ben heel erg trots op jou. Het is echt een lekker clubje. Lief. Schattig. Oh, wat zijn ze aardig tegen elkaar. Romantiek op het ijs. We kunnen goed met elkaar opschieten. We zijn vrienden voor het leven. Ik hoor het ze zeggen, maar ondertussen... Als ze straks vallen, dan is er niks meer over, hè? Zo gaat dat dan. Maar het is leuk, het is leuk. Goed, lieve mensen, nou ja, ik snap het natuurlijk allemaal wel. En zeker van Sander, want hij is natuurlijk de enige man tussen die dames. En hij wil natuurlijk echt niet van ze verliezen. Nou, er rust een zware taak op zijn schouders. En vanavond schaatsen ze op één nummer van... een van de eerste discogroepen van de jaren 70. En dat waren de Trends. En op het nummer Shout is hier samen met zijn partner Nicola... Sander Koppelen! Sander Koppelen en Nicola, wauw zeg. Jeetje mien, het lijkt wel of jij met schaatsen aangeboren bent, joh. Jammer van die minietjes, nee. Oh, even een slokje water. Even een slokje. Ja, slokje. Maar zo prachtig dat achteruit... Ze praten al helemaal Nederlands. Ja, dat begrijp ik, ja. Even een slokje. Lekker. Zo, we gaan eerst even kijken voordat je zo direct
Ja, maar sorry Gerard. Hij gaat hier op die bank blijven hangen. Het komt, kijk, dit. Overstap, achteruit en dan glijdt die vaart erin. Maar dan moet je ook haar hand weer vast zien te pakken natuurlijk. Dat moet ook, ja. En dan dit ging zo makkelijk, joh. Hupsakee. Maar je verblikt of verblozen niet, hè? Ja, dat, je moet het toch even goed, je moet het een beetje timen. Je bent zo makkelijk, je kijkt naar voren en hup. Ja, het is wel even oefenen, dat dan wel. Maar ja, ik ben een soort Adriaantje geworden, een beetje acrobatiek, is leuk. Hé, hey, en nog eventjes over die jeukpoeier. Hoe is het afgelopen met de jeukpoeier bij Melody? Ze zit nog steeds te krabben, geloof ik. Mel, gaat het? Ja, het gaat. Het gaat. Oh, het is echt ongelooflijk. De ene doet antipoepillen in je drankje en de andere jeukpoeier. Hoe moet dit programma allemaal aflopen? Kijk, prachtig deze. Okay. Hupsakee. Oh, maar het is zo leuk om te schaatsen, Gerard. Het is echt... Je bent helemaal blij? Ik ben helemaal... Ik heb eigenlijk geen woorden. Sorry nu. Ik ben... En Nicola, you enjoy it? Yeah, I really enjoyed it's that. It's good for you. It's really good. Okay. Yeah. He's a good skater, hè? Very good. Okay. Nou, enorm goed Engels leuk. Interview even tussendoor. Ik denk, ik meld het even. Maar we gaan met gierende banden naar Nens. Want ze staat te wachten met een enige knuffel. Dames en heren, Nicola en Sander Koppelen. Dank jullie wel. Zet hem op. Ja, ik kon geen kleinere vinden eigenlijk. Leuk. Sander. Dankjewel, Claudia en Karen. Sander, even een vraagje voordat we naar de jury gaan. Want ik heb deze week gelezen, en dat verbaast mij een beetje, nou ook weer niet, maar dat je gaat schaatsen bij Holiday on Ice. Ja! Wat is er gebeurd? Nou, ik werd gebeld of ik vanaf 23 december in Utrecht tot en met 6 januari in Maastricht wil komen schaatsen bij Sterrendans op het IJs. Of bij Holiday on Ice, samen met Nicola. Ontzettend leuk, jawel. Maar... Ik heb ja gezegd. Je hebt ja gezegd, dat is belangrijk. Maar mag ik je eraan herinneren dat je bezig bent met een wedstrijd? En dat dat dus niet automatisch inhoudt dat je wint? Dat dacht ik ook, ja. Ja, nee, dat we dat even goed... Ja, precies. Anders krijgen we allemaal brieven van mensen thuis. Nee, dit wil nog niet zeggen dat hij heeft gewonnen. Maar wel hartstikke leuk voor dankjewel. Je. Gefeliciteerd. Maar Peter, wat was deze kuur? Je staat zo goed op je schaatsen en dat valt elke keer op. En ik heb je vorige keer gezegd, ik heb je een beetje uitgedaagd, dat ik ook eens wat meer voetenwerk wilde zien. En dat kreeg ik. Je deed een binnenwaarts wending, je deed mohawks. Het gleed, de lijnen waren mooi. Het was goed opgebouwd, het programma was prachtig. Ik ben zeer tevreden. Gelukkig. Peter, dankjewel. Ja, dat was een goede integratie met de chorus. Ik vond de ratslag, de lijn met de ratslag heel goed gedaan. Je bent altijd op jouw gemak qua techniek. Ik vind een beetje minder qua dans. Je hebt niet absoluut een gevoel voor dans, vind ik. Like de snap en al dit. Je moet misschien een beetje werken. Maar qua techniek, je bent heel goed. Ik ben eens met Peter. Nou, doet ze best. We gaan naar de punten. Jane. Een dikke 9. Een 9. Peter. Ik ga vandaag weer eens voor de 10. Ja, daar is die. Wil. Oh, ik blijf niet achter een 10. 10. Maak je wat kritiek? Ja, ik mis een beetje de verrassing. Dan een 9. Een 9. Nette punten. Je eerste kuur 9,5 gemiddeld. Dan gaan we naar de tussenstand en het mag duidelijk zijn. Met die 9,5 zakt Floortje naar een tweede plek en sta je nu op de eerste plaats. Maar de strijd is nog niet gestreden. Nee. Jurypunten wil echt niet alles zeggen. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, want het is nou eenmaal echt zo. Uw stem is zo ontzettend belangrijk, anders gaat Sander echt niet door. 09090323 is zijn nummer of sms Sander naar 4600. En kijkers van digitale televisie van UPC kunnen stemmen door te drukken op de rode knop van hun afstandsbediening. Sander gaat zich voorbereiden op zijn tweede kuur. Zien we jullie graag zo weer terug. Dankjewel. Door met de tweede kuur van Sander Foppelen en zijn partner Nicola. En ze staan er weer klaar voor. Het tweede nummer viel hem zwaar, maar gelukkig vond hij troost bij al het vrouwelijk schoon op het ijs. Natuurlijk. Die finale plekken komen nu echt in zicht. En die spanning voelt Sander ook. Gelukkig is daar Nicola die de stress wat kan verlichten. En natuurlijk kan hij altijd terecht bij de andere dames. Maar nu is het tijd om aan de slag te gaan. De lat komt steeds hoger te liggen. En de nieuwe kuur is weer geen makkie. Maar er zitten echt hele
listige kleine stapjes in en allemaal van die, overstapjes. Zo. Weet je wel, dat je zo met handen en dingetjes, maar dan moet je precies natuurlijk op die tel moet je dat doen, die tel dat en gedoe. Dus dat is best wel lastig om te onthouden, ja. Het thema van deze week is Dance Classics. En laat dat nou net niet Sander zijn sterkste punt zijn. Ik ben niet echt zo'n enorme danser. Maar voor zijn lieftallige partner maakt hij graag een uitzondering. En al snel swingen ze samen de pan uit. Ja, dus Sander is niet zo'n danser. Nou, ik had eigenlijk wel verwacht dat het een enorm feestbeest zou zijn. En jij? Ja, ik eigenlijk ook wel. Ik hoor wel eens andere verhalen, maar misschien liegen ze dan tegen mij. Ja, dan moet je ook in één keer zo'n pruik op je hoofd zitten. Dan denk je ook verschrikkelijk maar, natuurlijk. Maar hoe dan ook, hij is wel lekker soepel in de heupen. Dat zou ik zeggen, nee, let maar op. Je gaat het allemaal zien. Want hij gaat helemaal los op het nummer Crying at the Discotheque van Alcazar. Hier zijn Nicola en Sander Foppelen. Kom erbij. Haal diep adem. Ja, we worden bekogeld door beesten. Niet normaal. De konijnen vliegen ons werkelijk om den oren. Ging het lekker? Ik dacht ik ga even dansen op het ijs. Je ging gewoon sprongetjes maken op het ijs. Jeetje. Zullen we maar meteen doorgaan? Ja. Oké, want dan kan die even uitpuffen, Geer. Gaan even kijken, Nens, nog even. Kijk eens even weer zo makkelijk. Hupsakee. En dan druk je er door omhoog op die schouders. Prachtig. Ja, spierbalwerk hoor. Hey, heel goed. Dat is knap. Ja. Ik denk, wat gaat hij doen? Gaat hij het hout ophalen van de open haard? Maar nee, je tilt het erop. Goed. En Nicolaas gaat. Leuke. Ze zijn doodmoe, is echt. Wel leuk. Doodmoe. We willen gewoon alleen nog maar naar de jury. Jane. Ja, alles wat jij doet is geloofwaardig en overtuigend. In deze kuur ook. Je bent nu niet tevreden met liften. Je gaat nu ook springen, zeg ik. Dus een pluspunt. En ik denk dat jij voor de tweede keer in de serie dat ik een natuurtalent noem. Wauw. Dankjewel, John. Dankjewel. Kijk, daar ga je nog even overheen. Wil, was je ook zo onder de indruk? Ja, ik ben onder de indruk. Het is allemaal waar wat Jane zegt natuurlijk. Er zitten moeilijke dingen in. Dat sleep je onder je benen door. Dat is helemaal zo makkelijk niet. En dat zag je ook, want er was een balansverstoring, hè? Ja. En daartussenin heb je heerlijk geschaatst. Daar doen we niets aan af. Aan het eind lost je dat volgende kleine foutje balansverstoringtje ook heel goed op. Dus, complimenten. Dat hoorde toch bij de kuur, Sander? Dat hoorde het al. Ja, dat was geen balans. Oh, ik had het mis. Oh, sorry. Ja, dat maakt niet uit.
Het was ook best veel in één keer, hè? Dat zagen wij toch? Ja, heel veel. We gaan naar de punten. Jane. Toch een 10. Toch een 10. Nou wordt het spannend. Nu wordt het echt spannend. Hou elkaar goed vast. Peter. Een vette 9. Dikke 9. Oké. Okay. Wil. 9. 9. Mark. Ik mis de spectaculair in deze kuur. En ook twee fouten, 8. Oeh, een 8. Moeilijke punten, 9 gemiddeld. Dat dan weer wel. Die tellen we op, Sander, bij je eerste kuur. En daar had je een 9,5. Daar komt je 9 bij. Dan wordt het een 9,3. En staat Floortje nu aan kop? Sta je op de tweede plaats? Floortje, top. Floortje, top. Maar Sander, ook top, hè? U kunt Sander in de race houden. En misschien wordt hij dan wel die halve finalist dankzij u. 09090323 is zijn nummer. Of sms Sander naar 4600. En kijkers van digitale televisie van UPC kunnen stemmen door te drukken op de rode knop van hun afstandsbediening. Ik hoor Gerard op rechts van: goed gedaan, jochie. Ja. Absoluut. Goed gedaan, joh. Applaus. Dank jullie wel. Dank je.